We zijn hier vandaag op het vliegveld van Twente bij het Springkussenfestival. We hebben een hele hal vol met springkussens. Kinderen van de 2 tot 12 jaar kunnen zich hier een hele dag vermaken. En helaas is het slecht weer, maar anders hadden we vandaag ook nog een hele mooie speurtocht. Wat vind jij het leukste hier? Dat piratenschip. Die trekt zo hard. Die gele ding. Daar ben ik al wel 10 keer vanaf gegaan. Die jump. Dan moet je eerst een trappetje helemaal oprennen en dan moet je heel hoog springen en dan val je op een kussen. Maar dan moet je wel op je billen vallen, want daar staat zo'n rond dingetje. Dan moet je slaan en dan moet je hoog. Ja, en dan val je precies in dat rondje. Ik hou wel van een beetje springen en het is gewoon heel leuk. We hebben het altijd 4 dagen, het is de tijd van dinsdag tot en met vrijdag. Dus morgen is de laatste dag dat ze hier nog kunnen springen. De partnerzaal hebben we vandaag de voorjaarsinstuif. Wij organiseren vanuit de gemeente Enschede elke vakantie een instuif. Voor de kinderen, basisschoolleeftijd. Nou, we hebben een beetje vaste onderdelen, zoals een grote stormbaan en een luchtkussen. We proberen ook elke keer een clinic van een vereniging uit de wijk te doen. En ze hebben vandaag taekwondo van Budo Schuttersveld. Veel studenten van het ROC die meehelpen. Nou, en vaste onderdelen als voetballen, basketballen, tennissen, volleyballen. En de kinderen die het vandaag gemist hebben, die kunnen hier volgend jaar terecht? Mijn vakantie in principe weer. En dan volgend jaar gaan wij de herfstvakantie is dat denk ik, hè? Ja, dan is de eerste volgende weer.